En dan een verhaal dat vertelt als een sprookje. Het sprookje van Monique van der Vorst. Ze heeft als invalide atleet alle prijzen ongeveer binnengesleept die maar mogelijk zijn. En wat denkt u? Precies een jaar geleden voelde ze weer iets in haar benen. En nu kan ze weer lopen. Monique, op weg naar het belangrijkste interview van haar leven. Beslissend voor de manier waarop er naar haar gekeken wordt. Is het inderdaad een wonder dat ze na 13 jaar in een rolstoel weer kan lopen? Of ligt het toch anders? Ik zie jou in alle media en ik heb echt alles teruggekeken de afgelopen dagen. Ik zie jou overal hetzelfde verhaal vertellen. En soms zijn er ook dingen die elkaar in die verhalen op tegenspreken. Mm-hmm. Jij vertelt daar... Ja, ik heb 13 jaar in een rolstoel gezeten en ik kan niet meer lopen. Ja, er is heel veel gebeurd in die afgelopen 2 jaar eigenlijk, tot ik ben gaan lopen. Mm-hmm. En dat is een hele moeilijke tijd geweest. En daar kon ik gewoon nog niet over praten. Maar klopt het dan ook dat die verlammingsverschijnselen soms er niet waren? Ik heb 10 mails van mensen die jou hebben zien lopen, staan douchen. Ja, dat zou rolstoel zijn. In de auto staan zien liggen, naar de auto zien lopen. Nou, er is zelfs iemand die zegt dat je over een hek klom om... Ja, dat zou kunnen. Ik wil vragen aan jou hoe je dat dan beleeft. Want ik zie jou overal zeggen, ik heb 13 jaar in een rolstoel gezeten en nu kan ik weer lopen. Het is een proces waar ik doorheen ga. En, dat wordt nu duidelijk en ik ben bereid openheid te geven. En ik wil ook openheid geven, omdat ik weet dat ik nooit gelogen heb. Monique van der Vorst bereikt als handbiker de absolute wereldtop. De Paralympische topsporter reist de hele wereld over en verovert alle prijzen. Op de Spelen in Peking wint ze 2 keer zilver. Dit is haar leven. Hier geniet ze van. Sporten. Het liefst 24 uur per dag. Zilver moet goud worden. Paralympisch topsporter Monique van der Vorst kan als door een wonder weer lopen. Elle s'appelle Monique van der Vorst. Aujourd'hui elle marche. De pronto todo vuelve a cambiar cuando me levanto tras estar en la silla de ruedas es un sentimiento indescriptible. Ja. Ja, dan ga je gewicht opnemen. Dan stap je over. Goed, heel goed. Ja, en stap door. Heel goed. Zo gaat hij goed. Oké, stap door. Gewicht nemen. Oké, heel mooi. Gewicht nemen. Naar aanleiding van alle publiciteit rond Monique en de Raboploeg nemen de vragen en twijfels rond haar verhaal toe. Mondjesmaat en verborgen op het internet. NBC News schrijft: het is onwaarschijnlijk dat verlamming wordt genezen door een ongeluk. En er verschijnen kritische berichten als: er verschoof iets in een wervel en ineens kon ze weer lopen? Was het hele leven maar zo simpel? Journalist Thijs Sonneveld van Dagblad de Pers confronteert haar als eerste met alle twijfels. Je hebt zelf op een gegeven moment gezegd, na je ongeluk waarbij je een dwarslees hebt opgelopen, heb je zelf op je site in eerste instantie gezegd, gelukkig is geen dwarslesie. Waarom vertel je later dan wel dat het een dwarslesie is? Nou, hoe ga je dat zeggen? Ik heb een incomplete dwarslesiebeeld gehad. Maar het is, de beschadiging zat niet in mijn ruggenmerg. Maar die had wel degelijk, dus had wel degelijk een beschadiging, had wel degelijk verlammingsverschijnselen die overeenkomen met een incompleet dwarslesiebeeld. Maar dat wist ik allemaal niet. Maar daar wil je zeggen, je hebt daardoor dingen verteld die niet helemaal waar zijn. Of die niet helemaal klopt. Ja. Ja, is dat zo zwart-wit? Ja, ik wist het niet. Maar mij is verteld, je hebt een beeld. Het beeld van een incomplete dwarslesie, alleen de oorzaak zit niet in je ruggenmerg. Maar is dat psychisch of mentaal? Of psychisch of fysiek? De verlammingen zijn wel degelijk fysiek en de oorzaak is mentaal. Maar de gemiddelde Nederlander ziet jou op tv uitleggen dat je een dwarslesie hebt. Ik had de verlammingsverschijnselen van een dwarslesie. Het schijnt zo te zijn dat je door... dat je wel probeert, je wil wel lopen, maar dan valt je lichaam weer
eigenlijk weer terug in die verlamming. De volgende ochtend staat haar verhaal pagina groot in Dagblad De Pers onder de kop: het klopt niet wat ik gezegd heb. De Telegraaf gaat eroverheen met de tekst: wonder verzonnen. Andere media volgen in meer of minder genuanceerde termen. Wondergenezing was leugen. Monique zou altijd al hebben kunnen lopen. Monique verlaat de Raboploeg, volgens de bank in goed overleg en na een medisch advies niet aan wedstrijden mee te doen. Ik ben compleet ingestort door dat interview en doordat ik ook al mijn medische gegevens aan de Rabobankploegarts moest geven. Daardoor zag ik allemaal dingen die ik nooit eerder had gezien. Daardoor las ik ook dingen. Ja, door al die publiciteit en mensen die zeggen dat je een leugenaar bent. Ja, dat raak je zo diep en dat kwetst je. En dan ben ik gewoon compleet aan onderdoor gegaan. Toen ben ik uiteindelijk in het ziekenhuis geland en is het helemaal misgegaan. Monique heeft een conversiestoornis. En dat is een ziektebeeld dat zich het beste laat uitleggen doordat mensen lichamelijke klachten krijgen zonder dat daar een goede lichamelijke oorzaak voor wordt gevonden. He, dus in het geval van Monique, die verlamd raakt, een dwarslesiebeeld heeft gekregen, hebben we nooit beschadigingen gevonden in de zenuwen of in het ruggenmerg. Monique had geen fysieke dwarslesie. Correct. Er is geen beschadiging van het ruggenmerg bij Monique. En toch een dwarslesiebeeld dat zij niet gefaked heeft, dat er echt is geweest. En dat kan er alleen maar zijn als er geen communicatie plaatsvindt tussen de hersenen en de benen.